Alle diensten die ik lever, of ik dat nou doe als presentator of als dagvoorzitter, ik factureer achteraf. En er zijn er wel eens mensen die zeggen: ja, uh, dat is, maar je levert je diensten toch? Dus dan moet je toch eerst laten betalen? Zo werkt het in, in mijn ogen in de zakelijke dienstverlening niet. Ik vertrouw mijn klanten. Ik ga ervan uit dat als ik mijn werk goed doe en ik lever mijn diensten, dat ik daarna netjes betaald krijg.